ben Marit en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze stuiterbal moet maken. Wat heb je nodig? Aluminiumfolie en loomelastiekjes. Je hebt folie en dan doe je wel een groot stuk. Dan prop je het. Moet ze wel ook niet te klein zijn, want anders is het niet goed. Zo. Zo ongeveer. En zo heb je een mooie bal. Oké, dan doe je er stukjes omheen. Dan doe je gewoon steeds en stiekjes. Het hoeft niet hetzelfde als mij te zijn. Je mag ook gewoon dezelfde kleur bedenken. Zo. Dan doe je 10 eroverheen. Je kan het ook met 3 tegelijkertijd doen. Dat kan. Maar dat hoeft niet per se. Maar het gaat wel iets sneller. Dit is nu mijn bal. En zo wordt hij nog steeds heel groot. Nou, eigenlijk nog groter. Kijk, het stuit het al goed. En hij stuit ook goed terug. En dan doen we nog een stukje overheen. En laat even weten onder de video of jij ook een stuiterbal gaat maken. Veel stuiterplezier! Doei! Wil jij nou ook zo'n stuiterbal maken met je kind? Deel dan deze video, like onze pagina en dan maak jij kans op zo'n zakje met loomelastiekjes. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Doei!